Ja, Guus, weer een lekker stempel op de wedstrijd kunnen drukken. Ja, het had wel meer gemogen. Maar ja, uiteindelijk een goal en assist en de penalty veroorzaakt. Mag je niet klagen, maar ik schiet ook nog een bal op de paal, een bal op de lat. Die laatste die ik voorlangs wil spelen en die helemaal over Chucky heen gaat. Dus ik ben nog steeds niet helemaal tevreden, maar ja, het was oké. Dus je bent bij een 0-6 winst, ben je nog steeds je bent een beetje een kritische toon. Ja, je wil gewoon meer goals maken. Meer. Maar ja, dit was oké. Ja, Joey, ik had net Guus Til hier voor de camera. Die stond hier eigenlijk helemaal niet tevreden. Hoe is dat met jou? Ja, maar Guus, we winnen met 0-6. Dus ik denk dat het gewoon een hele goede avond is voor ons. Guus heeft een assist en een goal en daar mag ik gewoon heel tevreden mee zijn, hoor. Ja, dat dacht ik ook. Hoe kijk jij naar je eigen spel? Ik denk dat we aardig de bal van links naar rechts hebben rond laten gaan. En ik denk dat ik een paar goede steekballen / kansen gecreëerd heb. Assist hadden er misschien iets meer kunnen zijn. Maar goed, je kan niet altijd zes gooien. In ieder geval goed dat je na zo'n belangrijke wedstrijd tegen Ajax, voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd die eraan zit te komen, niet je punten laat liggen, denk ik. Nee, dat is het allerbelangrijkste. 0-6 werkt ook nog eens mee met het als je naar het doelsaldo kijkt. Dus in principe was alles oké. Alleen ja, ik baal gewoon dat ik er niet nog meer heb gemaakt. Nee, was dit misschien een extra speciale wedstrijd voor jou na de wedstrijd tegen Ajax? Ik zei net ook al bij de NOS, ja, weet je, je speelt wel eens een slechte wedstrijd. En ja, dat was nu tegen Ajax zo. En dan word ik gewisseld in de rust en dan lijkt het net alsof de bom barst. Maar goed, dat is helemaal niet zo. Als ik slecht speel, word ik gewisseld en dan zo hoort dat gewoon. En dat is gebeurd. Maar zorgt dat het dan wel voor dat je dan deze wedstrijd extra geprikkeld bent om het tegendeel te bewijzen? Nou ja, kijk, weet je, ik wil gewoon elke wedstrijd winnen en elke wedstrijd belangrijk zijn. Dus het is niet zo dat nu een verschil was of zo. We hebben 10 gespeeld, 30 punten en we wilden voor die 11 gespeeld 33 punten gaan. Dus dat is gewoon gelukt en dat is niet extra revanche gevoelens of zo. Ja. Ik wil gewoon belangrijk zijn voor het team en dat is gewoon vandaag weer gelukt. Hadden jullie nog enigszins tegenstand van dit Heracles of was dit eigenlijk wederom te makkelijk? Ik moet zeggen, toen Sabari even eruit ging, even 10-10, toen hadden we wel zoiets van ja, Izzy, het is natuurlijk niet de schuld van Izzy. Want Izzy lag er gewoon uit met zijn oog, alleen hadden we zoiets van ja, met 10 man, dat hadden we niet ingecalculeerd in de rust. Dus we wisten ook niet helemaal goed hoe we moesten staan, dus toen merkte een beetje dat er een klein beetje chaos was, maar daarna toen we weer met 11 kwamen te spelen, was het helemaal weg. Wederom een ontzettende hoog aantal doelpunten gemaakt. Je hebt nu 10 wedstrijden op rij meer dan 3 doelpunten gemaakt. Dat is een evenaring van het record. Met wat voor gevoel lopen jullie inmiddels rond? Ja, ik zag volgens mij een statistiek voorbij komen vanmiddag dat de laatste 4 uitwedstrijden meer dan 4 goals verschil gewonnen. Dat is volgens mij een aantal jaar geleden en dat is ons nu gelukt. Dus ja, dat is ook wel een mooie statistiek. Ja, we hebben gewoon een ploeg die heel veel scorend vermogen heeft. En die in een hoog tempo voetbalt. Dus voor tegenstanders heel lastig is. En ja, dat is voor ons natuurlijk heerlijk. Ja, want je speelt hier op kunstgras, nat, koud, uitwedstrijd. Er zijn wel eens jaren geweest dat dit helemaal geen garantie was voor een goede wedstrijd, laat staan voor een goede uitslag. En bij dit PSV lijkt dat helemaal geen probleem te zijn. Nee, dat is dit jaar zeker, of tot nog toe, geen probleem. En kijk, iedereen heeft denk ik, die in Nederland gespeeld heeft, sowieso in de jeugd op kunstgras gespeeld. Dus iedereen weet precies hoe die bal rolt. Alleen ja, je hebt verschillende soorten kunstgras wel. En dit was dan een soort van, ja, heel plat. Dus ja, die bal die stuit het een beetje raar op af en toe. Maar goed, als je een goede speler bent, dan wen je daar snel aan, denk ik. Ja, en als je het oppakt met je invalbeurt tegen Ajax en nu weer zo doorpakken met een assist, een goal en een penalty veroorzaakt, kun je wel tevreden zijn. Lijkt het prima. Maar ja, ik ben nog steeds wel ik had er gewoon meer willen maken. Ik had een hat-trick moeten maken. Die bal van Joey kop ik nog op de lat. Dus ook, normaal moet dat gewoon hangen zijn. Ja, ik baal daar gewoon van, ja. Nou, dan wordt het misschien nog wel een hele lange terugrit voor jou. Ja.